Het is inmiddels alweer mei en dat betekent dat ik weer een maandelijkse overzicht heb van mijn uitgaves. Ik moet je zeggen dat afgelopen maand, dus april, een maand was met heel veel bedragen. En al die bedragen stapelden zich op en uiteindelijk heb je een hoog eindtotaal. De Money Diary video van vandaag ga ik een beetje anders aanpakken dan de voorgaande video's. Want toen ging ik elke week af en liet ik weten hoeveel ik per week uitgaf. Maar nu ga ik het per categorie doen. Dus hoeveel geld heb ik uitgegeven aan boodschappen? Hoeveel gaf ik uit aan kleding of shopping gerelateerde zaken? Hoeveel geld heb ik uitgegeven aan eten buiten de deur? Etcetera, etcetera. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het is. Ik heb een overzicht op mijn laptop staan. En ik kijk nu al naar de cijfers en ik denk, auw. Maar hey, ik vind het wel leuk om zulke soort video's te maken. Dus mocht je benieuwd zijn wat de schade van afgelopen maand is, kijk dan vooral verder. Wat ik heb gemerkt is dat de bedragen op zichzelf heel erg meevallen. Maar als je alles bij elkaar opstapelt, dan wordt het opeens veel. En to be honest heb ik afgelopen maand niet echt bijgehouden hoeveel geld ik per week uitgaf. Want als ik dat wel had gedaan, was ik veel bewuster van mijn geld geweest. En over het algemeen ben ik wel bewust van mijn geld. Maar ja, de maand april was een beetje een gekke maand voor mij. En naast dat kon ik het geld ook wel echt missen. Het was niet dat ik krap bij kas zou zitten of zo. Dus daar heb ik wel rekening mee gehouden. Als ik het geld niet kon uitgeven, had ik het ook niet uitgegeven. Laten we dan beginnen met de eerste categorie. En dat is de categorie boodschappen. Nu moet ik er wel nog even bij zeggen dat ik afgelopen maand niet heel veel boodschappen heb gedaan. Ik heb voornamelijk eten besteld. Puur voor het gemak. Want mijn weken, mijn dagen zagen er heel raar uit. Een beetje gek om dat allemaal toe te lichten, maar ik had zeg maar weinig energie om te koken. En normaal gesproken doe ik dat wel, maar ik dacht deze maand, weet je, deze maand gewoon even niet. Ik had wel boodschappen gedaan hoor, en het is niet dat ik helemaal niet heb gekookt. In totaal heb ik €130 aan boodschappen uitgegeven. Ik heb zowel bij de Albert Heijn mijn boodschappen gedaan, als bij de Lidl, als de Picnic. Ik heb ook dingen besteld bij Picnic. Sinds kort doe ik dat ook. En op zich is dat wel prima. En er is nu ook een nieuwe boodschappenservice in Amsterdam. Gorilla's. Dat zag ik ook voorbij komen op Instagram. Bij andere influencers. Dat ik dacht, oh, dat is ook wel handig. Dus daar maak ik ook af en toe gebruik van. Dus ik heb in totaal, wat ik zei, €130,79 uitgegeven aan boodschappen. Hou je hart vast. Oh, dat valt nog best wel mee. Ik had verwacht dat het meer was. Ik heb afgelopen maand best wel veel eten besteld. En voor mijn gevoel was dit veel meer. Misschien ben ik wel dingen vergeten. Maar op dit moment kom ik op een totaal van €81,98. En daar zit dan thuisbezorg, Uber Eats in. Maar ook Coffee to Go. Ik had toen Starbucks onderweg gehaald, maar tegenwoordig maak ik 9 van de 10 keer mijn koffie thuis. Zoals nu heb ik mijn ijskoffie hier. En ja, ik merk dat het bij mij even lekker is. Soms voor het gemak, daar kom ik weer met mijn gemak, haal ik koffie onderweg of haal ik eten onderweg. Oké, dan hebben we de categorie shopping. Ten opzichte van een maand hiervoor ben ik deze maand losgegaan. Ik was gewoon heel erg in de shoppingbui. Ik wilde nieuwe spullen aanschaffen. Dus ik heb aardig wat gekocht. Oké, we beginnen met een melkopschuimer. In mijn vorige uitgavenvideo had ik benoemd dat ik een koffiezetapparaat had gehaald. Alleen die melkopschuimer deed het niet zo goed. Dus uiteindelijk heb ik dat hele apparaat niet meer aangeraakt. Wat heel erg slecht is. Maar nee, het was echt een complete miskoop. Maar omdat ik toch wel koffie thuis wilde maken met een melkopschuimer, heb ik een losse melkopschuimer gekocht van Philips, volgens mij Senseo Philips. En die is top. Hij is €60, of nou ja, €59,99. En daar maak ik als het ware warme koffie, maar ook koude koffie mee. Ja, je kunt er ook koude melk mee opschuimen, echt super. En sinds mijn aankoop gebruik ik hem elke dag, dus dat is zeker geen miskoop.
En voor de rest heb ik dingen bij Kruidvat gekocht. Hunkemuller. Ik had nieuwe bralettes nodig. Ik heb 2 nachtkastjes bij Xenos besteld. Want ik wilde mijn kamer een kleine makeover geven. Ik ga daar binnenkort ook nog een video van uploaden. Met extra toelichting wat ik nou precies heb gedaan in mijn kamer. Het is geen extreme makeover. Maar kleine tierenlantijntjes heb ik aangepast. Dan heb ik ook nog een nieuw bureau. Bureau wat je hier ziet. Hij is een klein beetje anders als je het vergelijkt met mijn vorige. Dan heb ik ook nog een nieuw hoeslaken. Ik wil er helemaal voor gaan. En ik heb ook kleding besteld. Ik had een bestelling gedaan op Shein. Mocht je mijn weekendvlog al hebben gezien, dan heb je daar een nieuwe Shein aankopen voorbij zien komen. En oh, hier ben ik zo blij mee. Ik heb een nieuw oogschaduwpalet gekocht van Tarte. En wanneer was ik in Amerika? Volgens mij alweer 3 jaar geleden was ik in New York. Toen had ik daar mijn favoriete palet ooit gekocht. Echt sindsdien wilde ik eigenlijk bijna nooit een ander oogschaduwpalet gebruiken. Maar hij was kapot gevallen. En officieel moet je al na 12 maanden je oogschaduwpalet vervangen. Had ik niet gedaan, maar hij was kapot en toe aan vervanging. Dus ik ging op internet zoeken of ze hem verkochten. En toevallig verstuurt Tarte het ook naar Nederland. En ik was daar zo blij mee. Dus ik heb 2 nieuwe oogschaduwpaletjes daar besteld. En in totaal was ik daar €44,25 aan kwijt. En dan heb ik ook nog een andere dure beauty aankoop of verzorgingsaankoop gedaan. Namelijk 2 producten van Paula Joyce. Dat was in totaal €54,40. Nu ben ik alles afgegaan wat onder de categorie shopping viel. En ik kom dan op een totaal van €625,52. Ja, dat stapelt wel zich op. Dan heb ik nog een categorie overig. En hier valt mijn OV-kosten in. Ik heb bloemen gekocht. Ik ben naar de kapper geweest. Dat is aardig prijzig. Want ik heb mijn haar laten verven en een beetje bij laten knippen. En ik moest ook mijn school betalen en natuurlijk mijn huur. En als ik dit allemaal bij elkaar optel, kom ik op een totaal van €903,75. Even een correctie tussendoor. Het is misschien wel een beetje gek dat ik mijn huur en mijn school onder overig heb geplaatst. Eigenlijk zijn dit vaste kosten. Dus hierbij de kleine aanpassing tussendoor. En eigenlijk heb ik nog maar 1 andere categorie en dat zijn mijn abonnementen. En ik hoop dat ik alles heb genoteerd. Ik ben het een beetje kwijt. De afgelopen maand ben ik een beetje warrig. Kan ook gebeuren. Ik heb dan mijn Netflix abonnement, Spotify en mijn lenzen. En als ik dit bij elkaar optel, kom ik op een totaal van €38,98. Ik durf dit bijna niet eens meer te zeggen. Als ik alles wat ik net heb benoemd bij elkaar optel, dan kom ik op een maandtotaal van €1781,20. En hier heb ik dan nog niet mijn zorg en verzekeringen en zo bij opgeteld. Oh. En het leuke is dat ik ook afgelopen maand een nieuwe telefoon heb gekocht. Maar dit heb ik via mijn zakelijke rekening betaald. Dus mijn zakelijke uitgaven zijn echt apart van mijn persoonlijke uitgaves. Ik kan het wel zeggen, mijn telefoon was ruim €1300. Ja, als je dat er nog eens bij optelt, is het een groot bedrag wat ik afgelopen maand heb uitgegeven. Maar als ik eerlijk ben, heb ik echt 0% spijt. Van de aankopen die ik heb gedaan. Wat ik belangrijk vind als ik mijn geld uitgeef aan dingen die ik leuk vind om te kopen, dan moet ik daar ook echt gelukkig van worden. En het zijn allemaal geen impulsaankopen geweest. Want bijvoorbeeld met kleding. Ik heb genoeg kleding in mijn kast, maar op een gegeven moment ben ik er wel echt op uitgekeken. Of dan voel ik me er niet meer goed in. En ik vind dat wel belangrijk. Dus vandaar dat ik af en toe wel nieuwe kledingstukken koop. Puur om me beter te voelen. Beter in mijn vel te zitten. En de andere, ja, ik ga mezelf ook niet verantwoorden waarom ik iets heb gekocht. Weet je, dat is ook niet de bedoeling. Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, wanneer ik een aankoop doe, ben ik er bewust van dat het wel
extra waarde toevoegt in mijn leven. Dat het ergens goed voor bedoeld is. Dus of het nou voor mijn zelfvertrouwen is. Of dat het handig is om iets mee klaar te maken. Zoals mijn koffie of mijn melkopschuimer. Als ik het geld heb en het kan missen, dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit dat ik het heb uitgegeven. Misschien is het voor jou heel veel geld en denk je van, wow Sabrina, ik heb dit geld niet eens op mijn spaarrekening staan. Dat kan ik begrijpen. Maar er zijn ook mensen die zoveel meer dan dit maandelijks uitgeven. Ik vind het bizar. Het leven is gewoon duur. Wat ik zeg, één ding kost op zichzelf misschien niet heel veel. Maar als je alles bij elkaar optelt, ja, dan stapelt het bedrag zich op. En dan kan je daar echt van schrikken. Dus mijn vraag aan jou, of een uitdaging voor jou, is hou eens per week of per maand bij hoeveel je nou uitgeeft. En misschien zal het je wel verbazen. En naast dat, ik ben zo goed met sparen. Ik raak mijn spaarrekening niet aan. Mijn spaarrekening is echt als buffer voor noodgevallen, voor de toekomst, noem het maar op. En ja, ik ben wel trots als ik het zo mag zeggen hoe ik met mijn geld omgaan. En ik ben er bewust van. En ik vind het ook leuk om deze soort video's te maken. Al wil ik nu wel even wat kwijt. Ik heb nu 4 maanden lang deze Money Diary video's gemaakt. En ik heb gemerkt dat ik best wel in een bepaald ritme zit. Of dat mijn uitgaven niet echt veranderen ten opzichte van een andere maand. Met uitzondering van april. Want dat was echt, wow, anders dan de eerste 3 maanden van het jaar. Dus voor nu neem ik even een korte break van mijn Money Diaries. Misschien dat ik er nog mee terugkom of dat ik het in een ander jasje steek. Mocht je zelf suggesties hebben, dan sta ik daar zeker voor open. En dan wil ik daar zeker over nadenken. En jullie input vind ik ook heel erg waardevol. En mocht je zelf iets hebben van, oh, hier zou ik wel een video van willen zien. Of dat nou geld gerelateerd is, mindset gerelateerd, interieur gerelateerd, noem het maar op. Ik sta er zeker voor open. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie graag van mij willen zien. Ik zou het ook hartstikke leuk vinden als je me op Instagram zou volgen. Ik zal een linkje van mijn account hieronder in de beschrijving zetten. En ja, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!